We gaan het gewoon opnieuw proberen. Kijken of die nu niet stuk gaat. Denk dat dit nu beter doet. Nou, kunnen we alles weer opnieuw gaan doen. Zo is het ook. Zo weinig zin. Ik zit op de één na hoogste rij van Camp Nou. Nou, lekker bezig, man. Yo, Sebastian, alles goed? Mijn FIFA ging net stuk. Je was live, ja, nu weer. ...25.000 voor de vrouwen. Ja, het is het kleine, ik weet het dan. En voor het B11-tal is dat volgens mij. Welcome to you all. Martin Tyler here along with Alan Smith. Alan's been assessing the conditions. It's raining. Nou, gaan we even opnieuw alles starten. Monument. Had het ook graag anders gezien. Preston North End in our match today against Port. Even kijken hoor. Our referee is Darren Bond. Er staat een soort van twee livestreams of zo van mij aan. Dit is verwarrend. Ja, goed, we gaan gewoon beginnen. We zien het zo wel. This is the home team line-up. Two banks of four. Sillis speelt niet. Nee, dat is te begrijpen. Nee, maar ook niet, denk ik, of wel. And here is the Portsmouth lineup for this game. Well, it's 4-4-2 for them. Buitenspel, you. But we think the middle four might be a diamond, Alan. Yeah, and it gives them a bit of solidity in the middle of the park. And I think the onus is on the fullbacks to provide the width in this shape. Here's Kieran Dowell. Oh, die's veel start. Zonde. Can take charge now. Waar Sander is, Sander die komt zo, denk ik. Die Studio Sport aan het kijken. Now they've got a chance in this part of the pitch. Okay. Well, this is how this team can play sustained attacking football, but when they lose it, as they've done Dronken now, van de appelsap. Just the risk that they might get caught out. Short Zit hij weer keihard aan de appelsap. Goed teruggelegd. Ah, jammer. Kijk, netjes. Looking good this move. Woudenbergje. Nee, niet op hem, op die andere lul. Ingooi.
there has led to a throw. Morgan. He could lay it off to the supporting player. Komt hij waar. Nicely worked until that point. Oh, netjes. Oeh, zonde. Keep that one out easily. Zonde, zonde, zonde. First touch was good, but he's got to work hard to keep the ball. Pearson. Looking for an opening with some good control. Come on, Bolly. Miss. Well, they're in a good position here. Je ziet geen ene video omdat de wifi brak is. Nee, dat begrijp ik, man. Geen probleem. Dat heb je, daar is Spanje. Nou, Chaplin, rennen nou. De bal is weer kut. Oeh, Abora, jammer, man. Lekker Bolly. Oh, hij komt nog aan ook, man. Ah, buitenspel. Rot op met je buitenspel. Nou, kom op. Wat er net gebeurde, Rens. Ja, mijn PlayStation die stopte ermee. Die gaf ineens een error. FIFA sloot af en zo. Livestream weg. Dus toen zijn we maar opnieuw begonnen. Doe er ook weinig aan. Abora. Oeh. Zonde. Ja, ik weet het, man. Ik kon er niks aan doen. Maar we zijn er weer. En nu doet hij het wel, dus dat is fijn. Excuses voor het ongemak. Bergwijn. Oeh, dat is jammer. Here's Kieran Dowell. Dowelltje. Jonge, jonge, jonge. Morgan. Oeh, dat is jammer. Forward with some danger to the opposition now they're here. Lekker Oxford. Oh. Jongens. Oef. Dat ging net goed. Dat ging maar net goed. Nou. Zwielar. Kom op. Abora op rechts, jongen. Lekkere bal. Yo, Sande. Bolly. Bal weer kwijt. Hoe was je livestream vanmiddag, Sande? Ik zag heel even dat je Rocket League had gedaan, maar daar was je gauw weer mee gestopt. En daarna FIFA 16. Nou, beter dan dat wordt het niet, denk ik. Chaplin. Ah, wordt er aangeraakt. Let's on. Goeie bal. Nu Bolly. 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 Yes. Bolly. De wereldgoal of niet, jongens? Kijk eens even. Bolly, held en snel. Nou, nog geen held. Het is de eerste goal dit, Sander. Nee, ben je dan gelijk een held? In patience as they try to get an opening. 3 minutes to be added on. Dowell. Nou, Bolly, als je nou even gaat rennen, je schijnt heel snel te zijn. Laat zien dan. Attacking now. Daar gaat hij, hoor. Nou.
Het valt me niet mee, om je eerlijk te zijn. Rocket League en FIFA 16. In Root, ik heb nu 40 plus subs, dus het gaat lekker. Nou, dat is mooi, man. Zij. Bam. Hè? Buitenspel? Echt rotte teamerslul die je er bent. Met je buitenspel. Jongen. Je moeder. Inderdaad, je moeder. Kut grensrecht, hè? Yo, Xenoboy, alles goed? Maar ik zag wel mijn nieuwe namen voorbij komen, Sander. Is dat, dat is goed. Goed teken. Je moeder. God, hebben we er weer zo een. Oh. Eén, twee, blokkeer. Ah, ik heb hem geblokkeerd. Zonde. Wat zonde. Een potentiële sub naar de klote. Daar baal ik van. Nee, niks time-out. Weg met die gast. Gewoon weg. Als hij het één keer had gedaan, dan had een time-out op zijn plaats geweest. Maar hij deed het 28 keer. Gewoon weg dan. Zo, hoppatee. Sorry Sander. Ik denk, doe het zelf even. Ik denk, er gebeurt niks. Doe ik het zelf maar. Maar 1-0. Goal van Chaplin ging niet door. Dat is dan weer jammer. Ik vind het wel jammer dat het in mijn PlayStation chat blijft staan. Sommige accounts van Daan. Oh ja, is Daan nou ook al met 80 accounts in de weer? Tuurlijk. Ja, ik heb hem al verwijderd, man. Had wel veel tekst. Twee woordjes. Goede wisselwerking tussen Mot en Baas. Ik ben een baas, jongens. Dat was een goede crossing position, maar niet een goede cross. In quickly. Nou, Abora. Kom op, Abora. Abora. Fuck, hij is er niet langs. He's got away from him. Pearson. Wat? Mijn god. The home team about to make a change. Goed bezig, Reds. There's some potential in this move. There's going to be a throw-in after that tackle. Of ik dat filmpje kan nemen, geen idee. Oeh. Was je nog niet geabonneerd dan? Ik vind het wel knap dat je dan elke keer gelijk bij de livestream bent. Krijg je dat voor elkaar dan? Het is de hele dag te kijken, dat we live komen. Oh, daar gaat Bolly. Bolly, hij is er langs. Bolly wordt geblokt. Gewoon vol tegen hem aangelopen hier. Links en rechts kaas. Wat een kaashype. Oh, dit is netjes. Kijk, Chaplin rondt het gewoon af. Of er niks aan de hand is. Is het ook niet. Dat is wel een goede paas hier over Letsel. Chaplin hier rondt het mooi af. Ik hou ervan. Jee, ik heb een dislike. Van wie zal die zijn? Ik denk van iemand die alleen maar kon zeggen, je boede.
dan raar vindt dat ze geblokkeerd worden. Attacking now. Corret. Heeft Rob Rens ook al meerdere accounts? Rob Rens. Jongens, balletje even weg. Lekker Woudenberg. Bam. Oeh. Hebben. Nee, helaas. Je wordt overroeld door dislikes. Lekker Woudenberg. Hoppatee. Nee man. Ik speel de bal toch? Abora lopen. Dan wordt je zus boos. Waarom wordt je zus nou weer boos? Heeft ze geen eigen account of zo? Kan gewoon meerdere YouTube-accounts op één tablet zetten, hè? No probleem ook. Typified the competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw-in. Clark. Pearson. He can't keep it on the pitch. He's gone out for a throw. Woudenberg heeft geel gekregen. Zussen, ja. Ligt eraan hoe oud ze zijn. En hoe groot de meloenen ze hebben, of niet, Sandy? Neil Schober gaat door jou geblokkeerd worden. Ja, maar dat heeft niet zoveel zin hier in de chat, man. Dat moet ik echt doen, of Sandy. Yo, Siri, alles goed? Really strong tackle, and the ball's gone out for a throw. Forte. Good position. They've worked this attack very well. Oh, uitkijken met Woudenberg. Je hebt al geel. Kan hij nog meer spelers missen, jongens? Want we moeten zoveel wedstrijden spelen. En we hebben al blessures en zo. Even uitkijken met schorsingen. Bolly, zoveel ruimte. Je hebt het Rens. Oh, hallo Rens. Ja, scheidsman. God. En ik krijg niks. Jonge. Kut scheidsrechters. Well, you could argue it was a good height for him, but what reflexes, what agility he showed there. Kom op. Come to a stop straight away. That's a sharp pain, obviously. It's in some distress. Svilar, lekker jongen. Saw it coming, cut it out, good work. There's only a minute to go. The referee has indicated there will be 3 minutes to be added on. Oh, paast hem dan. Godsamme. Oh, lekker verdedigd dit, maar niet heus. De A-West. Nee. Komt er niet meer uit. Het is afgelopen. Mooi. 3 puntjes binnen. H-A-L. Ja, zo komen we wel aan onze berichten. Oh, jongens, hebben jullie de stream al geliked? Anders even doen, graag. Daar worden we blij van, hè. 7 likes hebben we tot nu toe. 1 dislike. En dan kijken 9 mensen. Nou, ik zie winst te behalen. Hallo. In allemaal letters. Champions Cup. Ik zie dat de winst te behalen is met het aantal likes, jongens. Kom op. Olympiacos 1, Inter 1, Real Madrid 2. Ja, vertel even, Sander. Doe er even een goed verhaal bij. 3, Wolfsburg 1. Kijk, 11 likes. Zo gaat hard. Thank you. Thank you very much, allemaal. Dan moeten we tegen Ipswich en daarna tegen Middlesbrough. Spelers zijn nog een beetje moe.
Ik ga wel gewoon allemaal spelers die niet in de basis staan op de bank zetten. Ik kwam dus aan bij de livestream en zag een grijs duimpje. Ja, hou ik niet van. Dus toen werd hij blauw. Goed bezig. Blauw is ook veel mooier. Ja, ik denk het ook, man, dat hij het was. Maar ja, goed, moet hij lekker zelf weten. Kansloze mensen. Daar hou ik niet zo van. En wie, oh wie. Jou maar, op T. Ik like even. Goed bezig, FIFA Legend. Daar houden we van. Niels, hè? Ja, Niels. Niels, ik heb even een poosje niet meer gezien. Dus ik moet er even in de namen komen. Sorry, man. Oh, wit tegen blauw. Godsamme, kut. Waarom zijn al die clubs die blauwe shirts hebben wit uit nu? Echt allemaal. Wat heb ik daar nou aan? Dat is echt kut. Ik vind blauw tegen wit vind ik altijd zo kut spelen. Maar goed. Haha. Nou, lekker paas hier. Wit is kut. Sowieso wit is kut. Het begint zo. Real Betis Barça. Goed bezig. Welkom bij Schelden met Mark. Oh, sorry. Ik zal die weer doen. Het schrikt mensen af, denk ik. Zo. Er is een hoop water op het veld hier. Ik zal niet meer schelden. And here is the Portsmouth lineup for this game. 4-4-2, but a diamond shape is how he's gone. Schiet daar. Oh, op de paal. Ja, goal. Ik ben 9. Ja, sorry man, ik zal het niet meer doen. Maar gelijk een goaltje, jongens. Zou die boos zijn, Vincent Til? Zou hij nu blij zijn een keertje? Dat hij gescoord heeft. Gaat hij met waterflesjes? Je hoort elke dag kut. Zag je me elke dag kut? Goeie voorzet. Aitor speelt. Hey Sander, ik heb vandaag een FIFA aflevering opgenomen. Feyenoord aflevering. Speelde ik weer tegen Utrecht. Tegen Aitor. Hij was goed bezig. Gelukkig niet goed genoeg, maar hij was goed bezig. Ja, bam. Ja. Even kijken hoor, wie kan er een goed vrijtrapje nemen? Ik vrees niemand in dit team. Gewoon proberen. Here comes the free kick. Lekker joh. Godsamme. Hè, vervelend. Aitor is gewoon erg goed. Logisch, ja. Niks meer aan doen, toch? Eggestein. Echt, dit is toch... Ze spelen de bal toch niet? Til. Ook Til, die wordt weer geblokt. Maakt niet uit. We hebben een ingoal. Of een corner. Corner. Ja, voor de keeper. Yo, daarna. Alles goed, man. Je hoort elke dag kut. Dat komt door mij. Nou ja, heb ik toch nog wat bereikt in mijn leven. Ik zorg ervoor dat Rens elke dag kut wordt. Weer een Koreaanse scheidsrechter. Geen idee, man. Wat doet hij in Engeland, die Koreaan? Moet hij niet gewoon lekker in Korea gaan fluiten? Noord-Korea, het liefst. Goed zo, daarna. Wat hoor je er vanmiddag van? Van Just Cause. Was op zich nog best druk bij Just Cause, Sander. Ik had op een gegeven moment 14 kijkers. En in totaal 120 of zo. Dus ik ga toch maar weer wat vaker Just Cause ook streamen, denk ik. Oh ja, 9. Hij is gewoon 8, man. Neem gewoon het gemiddelde. Hij is 8.
wherever his team require him to be. Yeah, what an attitude and what an engine he's got. Je vond het leuk. Nou, dat is mooi. Scheids. Kom op, zeg. Dat is toch niet normaal, dit? FIFA 16 met drukker bezochte Rocket League. Ja, snap ik, man. Rocket League is een beetje... Dat is volgens mij ook niet echt leuk om naar te kijken in een livestream of zo. Of zie ik dat verkeerd? Sander, boos op je. Copyright thief. Sander, copyright thief. Been a penalty involving Brighton. It's a penalty. Ja, ik snap hem ook niet. He's put the ball down on the spot. Wie staat voor? Ik, hè? Ik ben Portsmouth. Por, ik ben Por. Tuurlijk sta ik voor. Kom op, zeg. Hallo, hé. Hey. Wat denk je wel niet? Dat ik achter sta. Godverdomme, Aitor. Echt zo... Sander, wat is dit? Sander, wat is dit nou? Serieus? Hoe kan dit? Die keeper... had to work so hard to achieve it. Kop dicht, Zalde. Hij is echt fucking slecht. Mijn god. Hij is alleen goed als ik tegen hem speel. Niet als hij met me speelt. Nee, nu sta ik niet meer voor. Nee, Rens. Scherp. Jongen, jongen, jongen. Vind je het gek met zo'n keeper? Die krijgt toch vlekken van? Je suis Sander. Je suis Sander. Kom op. Ja. Oh, die aansluiting duurt weer lang. Goede adviezen. Toch elke keer. Nou. It's a second goal for Brighton and Hove Albion. 41 minutes played. 2-0. Thank you very much, Alan. Ah, hij gaat net, dus ik kan het niet meer uitleggen. Jij bent één van de 11 likes. Thanks, Darna. Is dat nou je echte naam, Darna? Of is dat gewoon een verzonnen naam? Zo. Die scheidsrecht, die laat nu ook gewoon lekker doorspelen. Goed bezig, scheids. Til! Oh, fuck! 12, lekker! 12 likes. Echte naam is Niels. Ook al Niels. FIFA Legend is Niels, Darna is Niels. We hebben altijd veel dubbele namen hier, oh. Dat is wel eens een beetje lastig. Oeh. Kan je ook niks te doen natuurlijk, dubbele namen, zo is het ook. Ja. Wat gaan we doen? Ik denk dat Tilletje er maar even uit moet, want die is moe. En die moet er rechtshalf, gaat er ook maar even uit. Nielson, ah Niels, kijk. Gelukkig, geen dubbele naam dit keer. Een nieuwe naam. Je hebt zeker autocorrectie, Nielsen, of niet? Hij was dictating the match for large parts. Well done, son. Aluko. Into the attacking third. Ah, wat een kutpaas. Dit is beter. Komen we er langs. Oeh, zonde, zonde, zonde. Nu dan. Oh, fuck op de paal. Eeuwig zonde dit. I'm in with a challenge.
Odu Amadi. Oh, die doet ook nog mee natuurlijk, man. Kijk eens, wereldactie. Sebastiaan is ook een van de 11 likes. Thanks, Sebastiaan. Goed bezig, man. Attacking now. Twaalf, ja, het is soms een beetje raar, maar bij de een staat soms meer dan bij de ander. Moet je even scherm refreshen, dan update je het waarschijnlijk. Hoeveel was je duurste pack? Geen idee, man, ik speel geen fut. Ik mis sinds FIFA 12 in ieder geval. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Jongens, waar blijft iedereen? Komt aan. Op rechts dan, Robinson. Eggestein. Komt er niet langs? Eggestein, ga maar gewoon. Fuck! Go up. Well, they're in a good position here. Cross coming in now. They put that cross far too close to the goalkeeper. Ik ben je favoriete YouTuber ooit. Nou, dat vind ik wel een hele eer. Dat hoor ik niet vaak. Thanks, man. Short passes, keeping the ball. Nee! God, geef dan een goede paas een keer. Goede redding van Aitor. Het is me niet opgevallen om eerlijk te zijn. Het zal best meevallen. Ze hadden bagatelliseerd alles weer hier ook. Odu Amadi! Nee! Nee! Jongen, wat een KUT. Shit. Kan jij in de spits? Nee, je kan centraal op middenveld. Nou, we zetten Hal gewoon in de spits. Maakt ook uit, jongens. Het is toch al kut. KUT vandaag. Het zit niet mee. Good position. They've worked this attack very well. To a quite a dangerous position now. Now the referee says. Kut Nigeriaan. Nee, dat wou ik helemaal niet. Ik doe niet zo op nationaliteit, man. Ik ben niet zo'n nazi-hater. Lekker ding is. Nieuwe speler. Gelijk de bal kwijt. Ja, dat gaat weer net goed. Op rechts. Vrijheid. Jeugdspelers voor de win, jongens. Kom op. Odu Amadi. Oh, ik word hier toch gewoon vol gehaakt, man. FIFA 17 is dit daarna. Ik speel wel de nieuwste in tegenstelling tot Sander. Lol, grapje. Binnenkort FIFA 18, jongens. FIFA 94. Die moet ik even opzoeken, man. FIFA 94. Misschien heb ik hem nog wel. Kutpaas. HGFRW. Pas op, Mark. Ja. Wat is het nou met die Odu Amadi, man? Hij had het twee keer kunnen scoren. Nee, niet doodgaan. Dat is niet goed. Hebben. Lekker Brian Burg, kijk. Die weet tenminste wat gevraagd wordt. Van bam erin. Odu Amadi, loop nou toch gewoon eens een keer goed, man. Takkelul. Jongen. Het blijft bij 1-1, jongens, vrees ik. Het zit er niet in vandaag.
Ja, 1-1, helaas. Het is allemaal de schuld van Odubamadi. Kijk naar zijn rating. Aitor, man of the match. Pleur op met je Aitor. Hoe kan hij nog een 7.1 hebben? Een 3.1 had meer op zijn plaats geweest. Je moet penalty doen. Ja, ik krijg geen penalties. Kreeg ik maar eens een penalty. English Football League Championship. Barnsley 1. Nou. Alles is 0-0 geworden hier. Goeie wedstrijden. Oh wacht, zijn we niet gespeeld. Brighton en Hove Albion 3. Sheffield United. Nou, gaan we maar even trainen. We kunnen wel een trainingje gebruiken, denk ik. Op 2. Derby County 0. Leeds United 0. Fulham 2. Brentford 1. Huddersfield Town 1. Nou, moeten we tegen Middlesbrough voor de League Cup, denk ik. Ik wil geen bondscoach van Paraguay worden. Ben ik eigenlijk nog bondscoach van Venezuela? Nee, gelukkig. Dat scheelt weer. Norwich City, 0. Let's see what that means for the league tables. At the top of the table remain Portsmouth with 20 points. Ik ga Aitor even verkopen. Oh nee, niemand wil hem hebben. Gaan hem niet worden. Hij is te slecht. Third, Reading with 16 points. Nou, tegen Mills, bro. Dat moet lukken. Met mijn beste team. Daar zit Odubamadi tenminste niet in. En Aitor ook niet. Per direct niet verkocht. Nee, want niemand wil ze hebben, man. Kan ze niet verkopen. Of ik nog een game heb. Ja, ik speel vooral nu Battlefield 1. En FIFA dan. En Just Cause 3, die je vanmiddag zag. Alleen Battlefield stream ik ook wel eens, maar daar kijken nooit zoveel mensen naar. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik er te slecht in ben of zo, geen idee. En omdat er te veel mensen zijn die het streamen of zo, geen idee. Kijk, zo kan het ook. Bam, gewoon scoren. Chaplin, bam. Jij hebt Battlefield ook goed bezig. Waarom Abora in mijn eerste elftal speelt? Omdat iedereen geblesseerd en dood is. Daarom. Nee, hoe heet die? Ambrose of zo, die gozer, die is geblesseerd. En Cerny is geblesseerd. Ja, en ik had geen spitsen meer. Ja, of een jeugdspeler. Maar goed, ik dacht, doe Abora in de spits. Abora die liet ik toen invallen toen Ambrose geblesseerd raakte. En die scoorde gelijk in de spits. Dus ik denk, nou laat hem er maar ook gewoon staan ook. Ik denk, misschien komt Brent dan nog kijken, maar ik zie geen Brent. Sorry, Salde. Ik vond het even leuk. Ik denk, even kijken of het opvalt. Maar het valt jou in ieder geval op. Jammer voor Nouri. Wat is er met Nouri? Behalve dan dat hij... Is er nieuws over hem? There's good progress with this attack. Stuani. Well, that's gone back to the goalkeeper. Sander is scherp. Ja, even kijken of je oplet. Hoe lang ik doorga tot... 9 uur, kwart over 9 meestal zoiets, man. Daarna ga ik even rustig chillen op de bank een uurtje. En daarna moet ik onderhand altijd wel weer naar bed toe. Morgen weer vroeg op, jongens. Morgen moet er weer gewerkt worden. Oh, snel. Op. Bergwijn. Ja! Hoppatee. Yo, Nick. Hey, Sebastian, dat is het account van mijn zoontje. Die ligt op bed, pap. Maar die staat naast mijn laptop. Ik denk de chat een beetje in de gaten houden.
80% kans dat hij doodgaat, hoor ik net. Nou, dat is wel kut, man. Ja, weet je, aan de andere kant, stel dat hij weer bijkomt en zo. Volgens mij kan hij dan gewoon ook echt helemaal niks meer. Kan hij alleen ademhalen waarschijnlijk. Ik weet niet of je dan nog wil leven, om eerlijk te zijn. Ja, het is en blijft kut. Wat doe je eraan? Helemaal niks. Quebec, Quebec. Here's Kieran Dowell. Come on. In this part of the pitch. Abora. Abora wordt hier toch gewoon vol gehinderd, jongens. Echt, kom op zeg. Quebec, Quebec. Dat is Luc. Of Lucas. Luc of Lucas. Een van die twee. Well read by the defender. Wie ik mijn leukste kijker vind, geen idee man, ken de meeste niet. Ken alleen Sander een beetje, omdat ik hem op Facebook heb. Verder ken ik echt helemaal niemand persoonlijk of zo, dus ik heb geen idee man. Ik vind het moeilijk om uit de chat iemand te gaan beoordelen hoe die is. Stuani. Daarna is sowieso de leukste. Dowell. Oeh, net naast, jammer. Lucas, goed zo, je leert het. Ja, ik leer het wel. Ik ben echt heel goed in namen, dat merk je wel natuurlijk. Rhodes, working hard just to see maybe a sight of goal. Pass. He's got his shot off now. Good defending. Abora loopt diep. Abora loopt diep. Abora. Abora. Oh nee, Chaplin. Ja. 3-0. Op de. Great goal. Well, sometimes as a defender you need a bit of luck, but they didn't get it there and it fell at the feet of the man. Hoppatee. Gewoon weer een goaltje erbij. Gezoomd. Beetje raar. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Aha. Nou, Svilar, kom op jongen. Even uittrappen. Ja, snap ik. Autocorrectie. Lang leven de autocorrectie. Chaplin! Kijk! Chaplin is echt de bom, jongens. Echt, hij is echt fantastisch. Hashtag, check, hashtag, zo. Hashtag, Chaplin is de bom. They will be signing the match ball for him afterwards. Of a hat-trick. Drie goals. Not often, Alan, do you see one man have one half like he's had. Yeah. Fell his way, he took and Je hebt net gegeten. Wat heb je gegeten, man? Dat mag ik gewoon zo, hè? I think one or two players surprised us actually how well they played in that first half. I'd be delighted. Ah, kom op, Sander. Nou, die blunder van net heeft hij toch al een beetje verdiend, of niet? Het was godverdomme net Marsman. Sterker nog, ik denk dat Marsman hem gehad zou hebben.
Spaghetti, lekker. Oh, dat heb ik echt al lang niet meer op. Spaghetti macaroni, zeg, lekker. Lasagne. Lekker verdrobbelen. Matty's bullying. He's coming forward with some danger. It was nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try and regain possession. There goes the cross. He's better usually at crossing that. It was a defender who got there first quite easily. Jongen, jongen, jongen. Hoe nou een corner? Kom op, Barbora, eruit. Op tempo. Dowell. Geef een goede paas. Nee, die is niet goed. Jongen, jongen, jongen. Pak hem dan. Oh, Chaplin. Shit. Kan Chaplin er weer een keer 4 scoren, jongens? Oeps, ja, dit was wel een vrije trap. Trying to switch on the attacking power in this situation. Komt ie bij. Made the challenge well. Read the play well to intercept. Jammer joh. Nou, kom op. Weer even een aanvalletje. Ik heb wel zin om een doelpuntje te maken. Waarom loop je nou niet diep, jongens? We gaan het rustig opbouwen. Now they've got a chance in this part of the pitch. Matty's bullying. Good way to nick the ball back. Quick thinking. More bully. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just only Groningen. Just a quick check on the clock. Well, er nog geen Groningen is hier. Zo is het ook. Good forward play from them. Trying to find a way through here. Probing away. Ah shit, man, niet te langs. Fischer. Geen livestream voor Sander morgen. Rip Sander. Rustig, Sander. Bergwijntje. Thuis volgende week naar Rotterdam. Kijk. Ga je naar Sander wonen? Oh fuck, ik zit op de chat te letten. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Played into the middle. They cope with it well defensively. Not often you get at this level a game as one-sided as this. Op rechts, Bolly. 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 Goeie actie, man. Kut paas, man. Daar is van de buren staat in de verkoop. Zie, ik zei het toch. Lekker Bolly. Wie? Ja, ik word vastgehouden, scheids. Meneer FIFA 18 uitkomt. Ik dacht 27ste, man, maar... Matty's bullying. Ja, het zou ook zo met de 29ste kunnen zijn. Dat weten ze bij EA zelf waarschijnlijk nog niet eens. Hij heet Nielsson, heet hij. Shrewd passing, accurate passing. That's the way he earns his living. Nou jongens, laat maar afgelopen zijn. 4-0, het is wel goed zo.
Well, you have to play it the way you're facing sometimes, even if you're facing your goalkeeper all that distance. 2 juli. Dat is al even geleden, Sam, hè? Ik weet niet, hè? Jee, we zijn door. Weehoe. We zijn door naar de volgende ronde. Nou, Chaplin Man of the Match kan niet missen. Mijn bier is op. Help. Mijn bier is op. Ah, Sander. Lach me kapot, man. Niet te geloven. Jezus. Wat een slechte grap. J. Brown L. Bettin. Nou en? Kan mij dat nou schelen? Wiki voor... Nou zit hij weer aan de wiki. Jongen, jongen, jongen. Jee, Ambrose is terug. Ja, bondscoach van Zuid-Afrika. Moeten we bondscoach van Zuid-Afrika worden? Zeg alsjeblieft nee. Ambrose terug uit Breda, zeg dat. Nou, om er nu al in te laten vallen, dat is een beetje te vroeg, denk ik. Hé, hey, hebben die Vente nog, man. Vente kan ook in de spits. Die is beter dan Hal. Banda Junior, dus ja. Ik moet geen Banda Junior. Je zei zelf dat hij slecht was. Hij heeft ook nog eens een lelijk kapsel. Dus nee. Het enige voor wie ik het zou doen is voor Erasmus. Oehoe. Ik woon in Bodegraven. Het kapsel is 99 reten. Ja, echt hè. Well, this is how the home team shape up. When we put it up, and what looks, Alan, very defensive. Oh, cool. Flexibility, isn't there, in the side? Yeah, and I think with his shape, so much depends on the wing backs, how much they are allowed to get forward, and what they can do when they do get forward. And here is the Portsmouth line. Waar woont iedereen? Ja, waar woont iedereen? But a diamond shape. Ik woon in het fantastisch mooie Bodegraven, jongens. Til. Nah, shit. Bodegraven ligt in Duitsland. Kom je aan die wijsheid, Sandy? Patience is the name of the game at the moment. And there is some backup for him in this position. Een verlaten kasteel. Nee, man. Hillegom en Sassenheim. Dat is niet heel ver weg. What we've got in this game, Alan, is a visiting team that won't be fazed by the atmosphere in this ground because they know they can defend. No, I think the home side will have to produce something. Yo, Tim, alles goed? Zit je in de Premier League, ga je stoppen. Zonde, man. Bodegraven klinkt Duits. Wauw. Vanmiddag was er een Duitser. In de livestream. Oeh. Good judgment there to make that interception and clear the ball away. Jammer. Goed dat je ons begroet. Oh nee, toch niet. Noord-Brabant. Je bent niet gestopt, dat zei je toch? Of lees ik het nou verkeerd? Oh, Sassenheim. Sassenheim, dat klinkt wel Duits, ja. Maar dat is het niet. Je kent Sassenheim toch wel? Sander. Jezus. Zit hij op fucking Atheneum en dan kent hij nog niet eens op een plaatsnaam in Nederland. Nou, kom op. Oh, doe hem maar, die Renew. Lost the ball as well.
Goeie voorzet nu. Ja, dat is een goede voorzet. Ja, lekker, lekker, lekker. Woe. Aardrijkskunde. Het is toch geen aardrijkskunde. Aardrijkskunde gaat over vulkanen en shit. Het is toch meer topografie, of niet? Valt het ook onder aardrijkskunde? Sander weet niet eens wat de keukenhof is, joh. Ik denk dat ze daar keukens verkopen, waarschijnlijk. Wat doen we maar, die beast. Hij geeft één keer een goede voorzet. Jezus. Waar is Job? Ja, Job zei vanmiddag al dat hij niet zou komen. Het is best een vriendinnetje te bang, denk ik. Het is geen los vak, oké. Misschien had je dat eens moeten kiezen, man. Het is goed voor je algemene ontwikkeling en zo. Een assist is een screenshot. Nou, ja, anders komt de telefoon nooit vol natuurlijk. Speelt de laatste tijd niet zo best. Oh, er liep er nog één. Voorzitter Podouamadi. Ah nee, toch niet. Oeh, jammer. Wat is de keuken op? Serieus. Sander, pleur op. Echt? Meen je dit nu? Ben even een nep Nederlander, man. Als je al niet eens weet wat de keukenhof is, ga naar Turkije emigreren of zo. Ah nee, wacht, daar woon je al. That's a good spot by the defender. Trying to find an opening. Not panicking. That's neatly done. A challenge by the defender. Very good control, though. That's a very good tackle, and it's led to a corner. Jammer, jammer, jammer. Eckstein. Je weet niet wat er is. Ja, ze verkopen de keukens, man. Hele mooie keukens. Hele oude keukens. Echt, zeg maar, alle soorten keukens die je zou kunnen bedenken, die hebben ze daar. Je hoort alleen maar nieuws uit Turkije. Erdogan dit, Erdogan dat. Ik ga morgen met je oma naar de keuken, hoor. Met welke club je een carrière moet doen? Met Cuyabaca Motors, man, of zo. Sander, hoe heet die club? Uit Korea? Nee, hij heeft geen internet in Turkije. Keukens met bloempotten, ja. Keukenhof is geen keukens, ik ben niet gek. Nou ja, ik kon toch proberen. Nou, hoe heet die club uit Korea, Sander? Cuyabaca Motors of zo, toch? Kun je gelijk Joku Sulu kopen? Ja, Leon Buck Hyundai Motors. Ja, die club. Dat is serieus. Hyundai Motors. Of heb je geen zin om in Zuid-Korea een carrière te doen? Dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja, Joku Sulu moet je dan kopen. Ja, 2-0. Anders moet je met Lincoln United gaan, man. For the rest of this match. Different angle on it here. Well, it was only a semblance of an opportunity. Ja, jongens, een webcam. Ik ga een webcam kopen. Ik heb alleen nog geen geld. Dus mocht er iemand nog geld over hebben, die kan doneren, hè? Zet een linkje. Kan je doneren en dan kan ik een webcam kopen. Kunnen jullie mij zien? Ga ik dabben, oké? Beloofd. Welke club? Lincoln United of zo. Uit Engeland. Dat is wel een leuk club om een carrière mee te doen. Mag je geld brengen? Ik kan het toch overmaken? Ik heb er geen ideal. Home bench, a substitute is clearly getting ready to come on.
Een goede club. Ja, wat vind jij een goede club? Barcelona? Real Madrid? Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. Brian Burg. Het man. Oeh. Ja man. The Journey, die heb ik gespeeld inderdaad. Er staat een afspeellijst op mijn kanaal, als het goed is. Dus als je het wil zien, kan je het kijken. Wat is ideal? Dat is speciaal voor de keukenhof ontworpen, ideal. Wie gaf de dislike? Ja, iemand in het begin al, man. Maar die zei de hele tijd, je moeder. En toen heb ik hem geblokkeerd. Dus waarschijnlijk heeft hij toen ook al gedisliked. Krijg ik nu een penalty? Geintje zeg ik toch? Ja, weet ik. Dortmund? Ja, ik kan met Dortmund gaan. Dortmund is wel een leuke club. Je hebt tenminste nog een paar aardige talenten. Hashtag Isaac. Wie ik heb gekocht met deze carrière? Bergwijn. Odubemadi heb ik gekocht. Hier, Odubemadi aan de bal. Fantastisch schot. Til. Ik heb Til gekocht. Vincent Til. Van Drongelen heb ik gekocht. Breinburg, gratis. Ik koop Dessers. Ik denk niet dat die erin zit, man. FIFA 17. Weet eigenlijk wel zeker. Hij zei je moeder. Ja, die gast, ja, die je moeder zei de hele tijd. Lekker Clark. Oh, lekker Clark. Godsamme. Speel Odubemadi aan. Goed zo. Nu komt het goed. Odubemadi is aan de bal. Hier is hij weer. Kijk, we zetten een aanval op via Odubemadi. Hij pakt ook de bal weer af. Hij is heel goed bezig. Zabana. Geef een goede voorzet, Zabana. Jammer. Wordt niet afgemaakt. Of je met Portsmouth kan... Ja, kan ook, man. Maar ja, je vroeg later op een goede club. Ik bedoel dat Lincoln, dat is ongeveer hetzelfde als Portsmouth. Bij hetzelfde niveau. Oeh, jammer. Odubemadi is echt goed bezig. Zelfs een informatief kanaal, jongens. Lucas die komt even met de wiki aangelopen over de Keukenhof. Keukenhof wiki. Sander heeft het altijd al willen weten, ik weet het zeker. Met welk programma Extreme? Oh, met PlayStation, man. Je kan met je PlayStation 4 kan je naar YouTube streamen. Dat is het makkelijkste wat er is. Godver, wat is een kut goal. Ja, Tim, gewoon poort moet doen, man. Dat is lachen. Hou er wel rekening mee dat je niet superveel geld hebt. Dus ga gewoon spelers huren in het begin. Dat is mijn advies. En koop Odubemadi. Die kan je wel betalen. Dat is de enige speler die je kan betalen, man. Hebben. Ja, wie droopt er niet elke nacht over de keuken of... Ik geef je groot gelijk. Hier kon Aitor niks aan doen. Nou. Was hij onhoudbaar? Ja, het was geen blunder of zo, man. Maar de Gea had hem gehad. Weet ik zeker. Dit
De Gea had hem 100% gehad. English Football League Championship. Aston Villa. Ik speel geen Ultimate Team, man. Birmingham City 0, Wolverhampton Wanderers 0. Ik speel geen Ultimate Team, sorry. Reading 0. Brentford 1. Misschien raak ik de FIFA 18 wel een keer spelen. Weet ik nog niet. Als ik in een goede bui ben, ga ik de FIFA 18 spelen. Ipswich Town 1, Blackburn Rovers 1. Leeds United 1. Ja, dat klopt. Het is Aitor en Gea, dat snap ik. Norwich City 0. Nick is al op bed, man. Sheffield Wednesday 1. Nottingham Forest. Dus ik typ voor hem. Huddersfield Town 2. Preston North End 0. Wigan Athletic 2. Queen's ja, Park niks slaapt. Fulham. Lang leven de babyfoon. Sheffield United 1. We moeten tegen Juventus. Oh mijn god. Echt waar? Ja, echt waar. We moeten tegen Juventus. At the top of the table remains Portsmouth with 23 points. Oh wow. In second, Queen's Park Rangers with 21 points. Ja joh, rechtsback in die bui, maakt het uit. 18 points. In fourth, Sheffield Wednesday with 16 points. In fifth, Reading with 16 points. In sixth, Nottingham Forest with 16 scouting points. Update. In seventh, Aston Villa with 13 wat points. Een slechte speler scout deze vent, zeg. With 13 mijn points. God. Bottom of the table, Birmingham Mark City, van den Berg, yo. And then up oh mijn god, Milan. Daar hebben we Milan weer hoor. Third bottom, Cardiff City, Milan is Mark. With 7 points. Mark is Milan, hoe zeg je dat? Barnsley with 8 points. Fifth bottom, Sheffield United with 8 points. Oxford, fuck jou gast. Wat, waarom weer weg? Rot op. Verkoop je voor 30 miljoen. Binnen van Juventus. Fix the problem myself. Van Drongelen geblesseerd. Nee. Hoe kan dat nou? Hoe kan Van Drongelen nou geblesseerd zijn? Oh, wat kut. Nou ben je weer Ramon. Oh. Waarom heb je je naam in mijn naam veranderd? Oh ja, Centeno die kan op de bank. Aitor in de verdediging. No way. Oh jee. Moet ik wel echt een webcam gaan doen, Sander, denk je? Of gaat het dan fout bij sommige mensen? Wat denk jij? Ik heb ook de boze Mexicaan achterin. Ik ben even weg. Oh mijn god, we gaan tegen Juventus spelen. Dan ga je weg, Sebastian. Laat me niet alleen. Ah, oh nee, laat me niet alleen. Er zitten nog meer mensen. Zo is het ook. Tot zo, man. Leuk. Ik kan hem pas over 3 maanden veranderen. Ja, dat snap ik. Als ik me niet scheer, worden ze geil van je baard. Nou, ik scheer me niet zo vaak, dus dat scheelt. Nou, daar gaan we, jongens. Tegen Juventus. Tegen Kadira. Arm gebroken. Balen, man. Komt dat? Is toch niet je vaparm, hè? Misschien idee abonneren voor mijn gezicht. Ja, geen idee, man. Heb ik straks ineens op mijn 30 abonnees of zo. Dankzij mijn webcam. Even kijken naar de opstelling van Juventus. Geen Buffon, dat scheelt. Hé, Van Dijk speelt Liechtenstein, Bonucci, Alexandro, Cuadrado, Kedira, Marone, Bjaka, Mandzukic. Kutarm. Kutnaam, en Dybala. Je bent toch geabonneerd? Ga je ook meerdere accounts aanmaken, Sander? Oh mijn god, Abora staat nog in de spits. Kut. Nou ja, goeie. De vorige Champions League wedstrijd tegen Monaco was trouwens gelijk, hè jongens. Het was 1-1. Dus we hebben al een punt gehaald.
We hebben al een punt gehaald. Ik ga even niet zoveel op de chat letten nu. Eigenlijk gewoon niet. Dan weet je dat vast. De Juventus line-up dan. Neto starts in goal. Virgil van Dijk plays with Leonardo Bonucci in central defence. And the main striker is the Argentinian Paulo Dybala. Wat bolly. We kunnen nou wat sneller. Abora, wat doe je? Lekker de licht. Bergwijn gaat diep. Bergwijn krijgt die bal lekker mee. Van de ruimte voor Bergwijn. Bergwijn, doe er wat nuttigs mee, alsjeblieft. Zonde. Eeuwig zonde. Schiet de man. That's a good block. Good through pass. Bolly, hou hem binnen. Goeie voorzet. Bolly. Oeh, fuck. Is Alexandra. Oh, balen. Dybala. Sami Khedira. Kom op jongens. Even aanzetten. Spelen tegen Juventus. Alexandra. Well, he's pressed him there to running the ball out of play. Abora. Abora. A lot of defenders between them and the goal, but they still got the ball. Shit, ik kon hem niet doorkoppen. Hier wel, weer de bal. Substitute getting ready for Juventus. Georgian, goede voorzet. Helaas, helaas. Wat? Rot op, Pam. Hij loopt zelf vol tegen mij aan. Ja, ik wil de bal wel terug, jongens. Dankjewel. Abora! Oh, fuck! Chat! Abora! Zo'n goede kans! Ja, jammer, jammer. Hij komt niet tot de schot. Het is te vol daar. Bolly. Bolly, jongen. Chaplin, Chaplin. Scheids! Ja! Ja, ja, ja. Lekker. Virgil van Dijk. Goed bezig, jongen. Haalt Chaplin gewoon vol onderuit. Kom op, Chaplin. Kom op. God. Die keeper. Hoe de fuck houdt hij die eruit? Serieus, dat was echt een hele goede penalty. Ja, nog één. Nog één. Hoppatee, we krijgen er gewoon nog één. Oh, wauw. Oh, ik ga hem nu niet weer missen hoor, dat kan niet. Nee, zie je. Bam. Fuck jullie. Odoma, die kan niet, Sander. Die speelt niet en is het ook niet op de bank. Dus dan kan het ook niet verpesten. Eindelijk. Toch 1-0, inderdaad. Connor Chaplin. Yeah. Ik vind het wel leuk dat je die namen dan echt in de stadion speaker hoort. Dus. Als je dan Nederlandse competitie speelt, heb je dat allemaal niet. Kom op, jongens. Bolly, je bent snel. Kom op, hou hem binnen. Bolly, op Abora. Nee, niet op Abora. Godsamme, die had op Abora gemoeten.
trying to find a way through here, probing away. Well, the tackle. Nog vier te gaan en dan, wat is er nog vier? Attacking well here. Nog vier goals. Chaplin, oh jammer. Dat hakje dat. Juventus at the moment. They've been punished for their mistakes. They're not playing too badly. And that will give them some encouragement that this is just. Juventus speelt niet slecht. Verslaggever, doe wat aan je ogen. Ze hebben nog een kans gecreëerd, gelukkig. Lekker, de licht is wel goed, jongens. Eerlijk, de licht is goed. Ja, Juventus speelt slecht, hè? Nou speel ik natuurlijk ook gewoon rete goed. Chaplin, oeh. Abora, koppen. God. Kutkeeper. Nu? Wat nu? Ik snap er niks meer van. Nog vier te gaan, nu. Ga. Ik. Oh, ik ben serieus zeer dan typen met allemaal losse woordjes. Zo, aardig sliding van achterheen. Later daarna. De volgende keer wel. Oh, heerlijk. Douwel. Nee! Godver. Hoe kan die nou niet erin gaan? Zo'n wereldkans. Dolly krijgt geel. Lekker, Abora. Pak gewoon die bal weer, hoor. Lekker, Douwel. Abora. Op Bergwijn. Bergwijn, schiet hem maar, jongen. Oeh, jammer. De bal is his en hij heeft zeker dat hij het heeft. Into the attacking third. Lekker. Bergwijn, goede voorzet nu. Jammer. Hoe lang ik doorga, ik denk dat dit mijn laatste wedstrijd is, man. Ik weet het eigenlijk zeker. Well, you have to play it the way you're facing sometimes, even if you're facing your goalkeeper all that distance away. Chaplin, ja, jammer. Goed, Rabon, later dan. Nu niet heel even de wedstrijd afkijken. Kan je dan wel slapen als je niet weet hoeveel het wordt. Here's Kieran Dow. Trying to find an opening. Not panicking. Lekker Bergwijn. Goed afleggen nu. Godza. Ja, hè. Lekker. Chaplin. Wie anders. Woe. Ik wou net zeggen, die keeper is wel goed hoor, die Neto. We gaan wel even wisselen nu. Even kijken hoor, wie gaan we erin zetten? Zet hem gewoon in de spits. Naismith komt erin. Richardson komt erin. Hoppatee. Wie moet er morgen winnen school? Ik niet, man. Hallo Damien, alles goed?
home team ready to make a change. 20 minutes of the 90 still to play. Good challenge here. Marquisio. Oh, spotted the pass and cut it out. Matis Bulli. He's coming forward with some danger. Schrijf, ik word vol gehaakt hier. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they might get caught out. Kut, buitenspel. It's a big call as we look back on it, because there would have been a real chance to get a goal had the flag stayed down. Yeah, I think that's why maybe he went. Dank just u. A little bit pak early. Hem. Ja, hebben. But rightly flagged. Juventus need to make this. Ja, loop dan naar die bal toe, kutje. Look how quick he reacted. Is Renster eigenlijk nog, of was hij al weggegaan? Piece of interplay between the two. There's going to be a throw-in after that. Nou, wees blij dat je pas vrijdag hoeft, niet morgen al, zo is het ook. Het is een beetje een rare dag, maar goed. Nee, Smit. Nee, Smit. Oh, oh, oh. Je mag trots zijn op jezelf. Ben ik sowieso, Sander. Ik ben altijd trots op mezelf. Nee, dat is niet waar. Maar bedankt. Vat het als een compliment. Waarom je bij kutjes altijd aan Derksen moet denken? Ja, dat weet ik ook niet, man. Waarschijnlijk omdat hij wel eens grapjes over maakt. Ik heb het dit seizoen eigenlijk nog niet gezien, man. Voetbal Internet, Voetbal Insight. Trying to switch on the attacking power in this situation. Well, that's gone back to the goalkeeper. Op welke school ik vroeger zat? Nou, ik denk niet dat je de school kent, om eerlijk te zijn. Er kwam toch het Gouda? Ik heb een nieuwe geit op school gezeten, dus lijkt me sterk dat je de school kent. En een aarzel staan. Ai, fuck. Well, he makes that transition happen quickly. They've got the ball back by that interception. Ja, ik heb niet in Gouda op school gezeten, Damien, dus vandaar. Voetbal Insight heeft al wel een nieuw seizoen. Ja, weet ik, man, al 3 afleveringen of zo. Ik kijk af en toe wel een filmpje op YouTube of zo. Dat zijn dan een soort van hoogtepunten. Maar ik heb nog geen hele aflevering gezien. In Gouda is geen kaas. Komt het Bodegraaf, Sander. Hoe vaak moet je dat nog vertellen? Kaas uit Bodegraven, tra-la-la-la-la. Chaplin man of the match, tra-la-la-la-la. Zal ik een zangkanaal beginnen, jongens? Ga ik zingen? Ga ik covers doen? Ben ik een stalker? Weet ik, man. Ik stalk iedereen. Monaco 4, Galatasaray 2. Celtic 0, Paris Saint-Germain 1. Er is een marktstalker, ja, ik snap wat je bedoelt. Anderlecht 2, Barcelona 3, Sevilla. Ambrose, waarom is die Ambrose maar voor mij wel gewoon daar, zeg maar. Spartak Moscow 1, Bayern Munich 2. Dan kan Ambora op de bank. Chelsea 1. Hoppatee. Niet zingen, oh sorry, ik zal niet meer zingen, jongens. Het spijt me. Sander wordt achtergrondzanger. Dan kan het alleen maar een succes worden, denk ik, of niet? Kan bijna niet anders. Waar is toch Abora? Daar zo, op T. Even kijken hoor, Hal kan hier ook weg. Dan kan we Vente even op de bank zetten. Die is toch iets beter. Niet veel, maar wel iets. Ja, Van Drongelen. Hoe lang is Van Drongelen eruit? La Cazinga.
nachtmerrie zou krijgen. Je hoeft niet te kijken natuurlijk, hè, zo hij zou al beginnen. We know each other for so long. Nou, dat valt wel mee. Ik kan opeens niet meer praten. Je hebt een stem verloren. Ambrose heeft een penalty gescoord. Even kijken hoor. Chaplin, kijk, 12 wedstrijden, 14 goals. Ben je dan een legende of niet? Dan ben je wel echt heel goed hoor. Even kijken hoor. Oh ja, ik was naar Van Drongelen op zoek. Waar is Van Drongelen? Oh, de Madi hier. 10 wedstrijden, 1 goal, 3 assists. Wereldgast. Niet te geloven. Van Drongelen, hier ook. 6 weken. Fuck. Autobahn, die is een legende. Ja, op jouw kanaal. Yo, Milan, alles goed? Even kijken hoor. Contract accepted. We zijn blij met de jeugdacademie. Nou, dat is mooi. Naar een kasteel op een berg geweest. Morgen naar Camp Nou. FIFA Legend zit er nou, man. Die zit daar naar die wedstrijd te kijken. Die stuurde net een berichtje. Ik zit in het Barça stadion. Tegen Leeds. Hoeveel is het? Hey, we staan bovenaan, jongens. 23 punten. Leeds. Hoeveel is het? Leeds? 17. Oh. Dat is mooi. Gaan we die gewoon even simuleren. Simuleren. Kijken of we winnen. Godver, gelijk verloren. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat is ook gelijk de laatste keer geweest dat ik simuleer. Barnsley 0, Nottingham Forest 0. Blackburn Rovers 2, Sheffield United 2. Nou, het gaat ook lekker, manieus. Bergwijn dan. Brighton and Hove Albion 1, Brentford 0. Bristol City 1, Aston Villa 1. Derby County 0, Fulham 1. Een Real Madrid en een Barcelona fanshop, one. Ja, dat kan daar gewoon. North End 1. Ja, en weg eerste nil. Plek, inderdaad. United, bedankt, FIFA. Reading 2. Nee, we staan nog eerste. Woe, we staan nog steeds eerste. Dat maakt niet zoveel uit. Tegen wie moeten we hierna? We hoeven even geen wedstrijden te spelen. Wow, heel lang geen wedstrijden. Trainen. In second, climbing the table are Bournemouth with 21 points. In third, moving down, even kijken hoor, wie kunnen we nog trainen? In fourth, rising up the table are Nottingham Forest. Kijk, dat is FIFA Legend. FIFA Legend zit in het Barcelona stadion. Wigan Athletic with 16 points. In sixth, rising up the table are Brighton and Hove Albion with 16 points. Ik ben de beste YouTuber. Woe. Officieel with 16 points. In eighth, climbing the table are Fulham with 16 points. Bottom of the table, moving the echte Niels. Huddersfield Town with 7 points. And then reading up the table, second bottom and falling are Derby County. Moeten we tegen Brentford of zoiets. Third bottom, moving down are Barnsley. Is dit nou weer? Thanks Bos, graag gedaan man. Kijken jullie wel uit jongens daar in Barcelona voor rare busjes.
Ja, weer twee. Ik had het net ook, man. Dan speel je op 2 dagen, speel je 2 wedstrijden. Daar word je echt belachelijk debiel van. Hier, en dat... Wat is dat nou, jongens? Dat, dat simuleren heeft ook echt geen zin, man. Je verliest alles. Aston Villa 2, Wolverhampton Wanderers 1. Birmingham City 0, Reading 1. Brentford 2, Portsmouth 0. Jee, Til is er een puntje bij. Wednesday 2, Fulham 1, Brighton and Hove Albion 1. Ipswich Town 0. Nu is de eerste plek wel weg. Ja, ik ga alleen niet tegen Fulham nog simuleren, jongens. Dan kunnen we de volgende stream tegen Galatasaray beginnen. Hoe cool is dat? Nou, eens kijken of we deze wel kunnen winnen in de simulatie. Waarschijnlijk niet. Het team is slecht, jongens. Wow, 1-1. Woe, we hebben een punt gehaald uit de simulatie. Niet te geloven. 3 wedstrijden, 1 punt. Manchester City 2, Borussia Dortmund. Later, Niels. Veel plezier, man. Napoli 1. Nou, in de Champions League staan we tenminste tweede. Wolfsburg 2. Zo is het ook. Olympiacos 1. English Football League Championship. Barnsley 0, Ipswich Town 2. Wat mijn werk is. 0, Birmingham City 1. Doe support op computers voor basisscholen. Reading, Niels. Geen probleem, man. Als je op vakantie bent, kan je niet alles kijken. Ik sta gewoon eerste nog steeds. Ik werk met kazen. Ja, dat sowieso. Kazen zijn goed. In de former leaders, Queen's Park Rangers, met 24 points. In third, rising up the table are Sheffield Wednesday. Nou, we hebben nog 2 berichtjes. Persconferentie, boeien, thanks, boss, graag gedaan, man. Ik ga ermee stoppen, jongens. Het is tijd voor mij. Ik ga even een uurtje uitrusten en dan moeten we morgen weer vroeg opstaan. Dus vandaar. Ik zeg allemaal bedankt voor het kijken. Fijne avond verder. Hopelijk tot de volgende keer. Morgen weer een nieuwe video, hè. Feyenoord carrière. Nieuwe Barcelona carrière morgen online. Wat komt er nog meer online? En misschien een nieuw experiment. Of anders dinsdag een nieuw experiment. Dus mis het niet. Bedankt jongens. Later.